inwendige motorvervuiling is een veel voorkomend probleem. Alle autofabrikanten krijgen te maken met milieueisen waarbij de uitstoot van uitlaatgassen moet voldoen aan de strenge Europese wetgeving. Om aan al deze eisen te voldoen, worden er allerlei technieken toegepast die eigenlijk steeds vaker motorvervuiling veroorzaken. Hierdoor kunnen er storingen in het motormanagementsysteem ontstaan. Koen Weideven van RIT Bandenservice en Ruud van Helvoort van Hightech Specialty kunnen ons vertellen hoe je deze storingen kan reduceren. Motorvervuiling komt steeds vaker voor. Autofabrikanten moeten de nieuwe, strengere milieueisen halen, waardoor ze de motoren gaan downsizen en ze nieuwe technieken toepassen om uitlaten gassen opnieuw de motor in te brengen, waardoor dat ze herverbrand worden, waardoor dat er minder schadelijke stoffen in het milieu komen. Je kunt merken aan een auto dat die verontreinigd is omdat er het motorlampje gaat branden, dus het motormanagementlampje, of omdat een auto niet meer mooi soepel loopt. Andere oorzaken van verontreiniging zijn brandstofkwaliteit en de lange intervallen van de service. De problemen die ontstaan bij motorvervuiling zijn olieverbruik, hoog olieverbruik en brandstofverbruik. Als er op tijd ontdekt wordt dat er motorvervuiling is, kan het hersteld worden door goed te reinigen. Als het te laat ontdekt wordt, kan het zijn dat er onherstelbare motorschade veroorzaakt wordt. Het belang van inwendige reiniging van motoren is het optimaal functioneren van de motoren. Wat ten goede komt van de levensduur van de motoren. Daardoor ook de emissie-eisen gehaald worden en daardoor ook minder brandstof gebruikt wordt. En beter voor het milieu. Je kunt de motoren op de volgende manier goed reinigen. Dus vanuit de brandstofvoorziening, waardoor je dus injectoren, waardoor de brandstofverneveling optimaal is in de verbrandingsruimte, waardoor de benzine luchtmengsel optimaal is. Daardoor in ieder geval aan de bovenkant van de zuiger het zaakje netjes functioneert. Vanaf de andere onderkant, aan de oliezijde, eigenlijk met een additief. Daardoor heb je meer rendement uit de verbranding, waardoor je dus ook brandstofbesparing realiseert. En beter wordt het milieu. Door je motor te laten reinigen door een professional op een verantwoorde manier, en draag je daardoor bij aan een duurzame toekomst.